Dat is goed gedaan. Wat ben je toch stil, Leo? Wat is er? Ik weet gewoon niet of ik wel zo'n goede bouwer ben, Lifty. Ik kan niet eens gewoon een paal in een gat leiden zonder hulp. Doe niet zo gek. Je bent echt een superleerling. Oh, ik weet het niet. Ik ga omlaag naar Bob, dus ik neem die kabel mee. Ga je mee, Dizzy? Oh, ja! Weet je zeker dat alles wel goed is, Leo? Je lijkt jezelf niet zo vandaag. Ja, ja, het gaat best. Echt waar. Ik wil nog veel meer beton storten. Dank je, Wendy. Dizzy? Bob, gaat het wel goed met Leo? Hij lijkt zo somber. Echt waar? Wat zou hem dwars zitten? Ik denk dat Leo eigenlijk geen bouwer meer wil zijn. Wat? Dat zei hij tegen Lifty. Maar bouwen is het leukste wat er is. Bob, als ik hier klaar ben, ga ik Leo en Lifty helpen. Oké, Scoop. Hey Lifty, Dizzy zegt dat er iets met Leo is. Ja, hij doet een beetje vreemd. Oh, nee, niet te geloven. Wat heb ik nu weer fout gedaan? Oh. Wat is er met de kabel aan de hand? Leo heeft hem toch boven wel vastgemaakt? Ik ga wel kijken hoe het gaat. Oh, te weinig bouten gebruikt. Dit had heel slecht af kunnen lopen. Ik ben niet in de wieg gelegd voor bouwen. Leo, waar ga je naartoe? Ik geef het nu maar op, Lifty. Bouwen is niks voor mij. Oh. Oh nee, Leo gaat het team verlaten. Daar moeten we iets aan doen, Scoop. Leo, neem even pauze. Thee, koekjes, maakt niet uit. Wij maken dit wel even af. Heb eens. Het komt wel goed hoor, Leo. Wacht maar. Niet weggaan. Oh-oh. Lifty, het beton is nog niet hard. Oh nee, nu is alles nog veel erger. Oh, wacht eens. Let op. Hou maar moed. Scoop maakt alles weer goed. Ik duw hem gewoon weer overeind. Simpel. Heel goed, Scoop. Iets verder. Iets verder. Te ver. Te ver. Wow. 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 Dit is niet goed. Oh. Succes! Leo, wat ben je aan het doen? Ik zoek mijn notities over wat ik moet doen in een noodgeval. En wanneer is die trein hier? Ik moet aan te veel dingen denken. Vooruit, Leo. Denk na. Oké, eerst moet ik de trein stoppen. Maar hoe? Maglev 1, dit is Leo. De rails is kapot. Rem nu, rem nu. Waarschuwing goed ontvangen. We gaan nu remmen. Het spijt me heel erg. Ik bracht het team in gevaar. Gewoon omdat ik me niet kon concentreren op één taak. Het is je uiteindelijk toch gelukt? Je hebt de trein gered. Maar wat zullen we nu gaan doen met het station en de rails? Er is net genoeg tijd voor de trein zijn eerste rit maakt. Dus,
Kunnen wij het maken? Nou en of. Nou en of! Instappen! Hou allemaal alsjeblieft je kaartje klaar, dan kan je dat zo laten zien. Wauw! Moet je hem zien gaan? Fantastisch! Bob, waarom ga jij niet mee? Ik ben mijn kaartje kwijt. Oh, Bob! Dat was niet de bedoeling, hè? Niet bepaald, nee. En nu zit Leo gevangen. Vrees niet, mensen. Niets dat Prins Maakt het Vlot niet kan maken. Ik kan het hek makkelijk omhoog hijsen. Kijk maar. Het valhek is te zwaar, Leo. Er zijn twee mensen nodig om aan de lieren te draaien. Ik denk dat ik een andere manier moet verzinnen. Een nieuw avontuur voor onverschrokken Prins Maakt het Vlot. Ja! Wat was dat? Huh? Wat is er, Leo? Er is iemand daar binnen. Het lijkt wel een geest. Een geest? Een geest? Doe niet zo gek. Geesten bestaan helemaal niet, hoor. Toch, Bob? Natuurlijk niet. Mij maak je niet bang, hoor, geestje. Jij bent geen partij voor de galante Prins Maakt het Vlot. Je hoeft je geen zorgen te maken, Leo. Het is belangrijk dat je kalm blijft en probeert om niet in paniek... te raken. Blijf rustig liggen. Ik heb een briljant plan om hieruit te krijgen. Oh, wat goed, Bob. Wat is het? Dat weet ik nog niet helemaal. Oh, als we niet snel iets bedenken, zijn we niet op tijd klaar om het kasteel te openen voor het festival. Ik hoef alleen maar mezelf het kasteel binnen te krijgen. En dan kunnen Leo en ik het valhek samen omhoog hijsen. Ik heb het, Bob. Als je in mijn bak klimt, dan gooi ik je zo over de muur. Net zoals met een zak cement. Dank je, Scoop. Maar eerst doen we plan B. Ik heb net iets bedacht. En als dat lukt, redden we Leo en is het valhek op tijd open voor het festival. Maar we moeten samenwerken als een team. Het vergt moed, vastberadenheid en een gezonde dosis assenvet. Kunnen we Leo redden? Ja! Kunnen wij het maken? Nou, en of! Maar eerst... moeten we de brug repareren, zodat die stevig genoeg is om overheen te rijden. Snuffel, pas op! Snuffel, nee! Ah, Muk! Titus, kijk uit! Bob? Weet je, ik ben toch niet zo goed met dieren, geloof ik. Oh, nee, joh. Niks van gemerkt. Ja.
Kan iemand die twee niet uit elkaar houden? Ik moet een pad leggen. Hé, hey, zou hij misschien met de bal willen spelen? Misschien ben je bij nader inzien toch wel goed met dieren. Ha, ik wist het! Oké, het duurt niet lang meer voor de burgemeester met haar kat komt. We maken de klus af. Ja, Bob! De nieuwe ingang is perfect. Hallo, hier is juffrouw Hilde voor de dierenarts. Haar vacht moet eens stevig opgepoetst worden. Oh ja, door de kattendeur, burgemeester Bennenbroek. Wie is mijn mooie kleine schat? Bedankt, heel erg bedankt. Beste Bob, kun jij een foto van ons maken? Hij is voor in de gemeentehuiskrant. Natuurlijk, geen probleem. En lachen. Hemeltje, wat een priegelwerk zeg. Deze moet naar boven, denk ik. Hemeltje. Nee, die past ook niet. Misschien deze. Nee, daar klopt echt helemaal niets van. De grote is een deel van het been, dus die moet dan hier. Oh, dat past nooit. Hoe zit het met dat kleintje hier? Een stuk van de staart, denk je niet? Of van zijn linkervoet? Nee, hemeltje. Oh, wat is dat? Wat is hier gebeurd? Sorry, Bob. Het is mijn schuld. Ik wilde alleen helpen. Nee, Lifty. Ik ben de schuldige, ben ik bang, Bob. Ik had de hoogte en breedte van het skelet verkeerd om. We kregen het skelet dus niet door de deur. Dus moest hij uit elkaar. En nu weten we niet meer hoe we hem in elkaar moeten zetten. Het gaat vast wel lukken. Ja, toch? Wat nu? Het is eigenlijk net een grote puzzel. Hadden we maar een plaatje van hoe hij eruit zag voordat jullie hem uit elkaar hadden. Wacht! Dat hebben we! Oh ja, joh? We hebben toch een plaatje? Leo nam foto's met zijn mobiel. Heel goed, dat klopt! Oh, daar moet dat ding dus. Oh ja, prachtig, prachtig. Geen tijd te verliezen. Laten we dit doen voordat de burgemeester arriveert. We zijn helemaal klaar. Godzijdank. Een pak van mijn hart. Dan kan ik nu toch nog lekker even lunchen. Nee, wacht. Wat? Er ontbreekt een bot. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Waar zou die dan zijn? Snuffel. En nu dan? Snuffel. Hij is braaf. Geef dat bot eens. Snuffel, kom op. Braaf hondje. Mogen wij dat bot alsjeblieft? O hemeltje, de burgemeester kan ieder moment arriveren. Hadden we maar iets lekkers voor Snuffel dat we konden ruilen voor dat bot. Wat?
Zoiets als een lekker worstenbroodje? Hallo, mevrouw Bennebroek. Bob, wil je me alsjeblieft helpen om mijn droom om met Zelda de Zoeza te dansen waar te maken? Hoe wilt u dat ik dat precies ga doen? Door het stadion voor morgenavond klaar te maken voor de Zeldansshow. Maar niet voor mij alleen natuurlijk, voor de inwoners van Lentestad. Dat gaan we doen. Fantastisch. Da-da-da-da-da. Hallo? Burgemeester? De burgemeester is niet helemaal in orde, Bob. Ik e-mail je een lijst met de voorwaarden. Geweldig. Morgen vroeg ben ik in het stadion. Da-da-da-da-da. Heb jij ooit een zwevende vloer gemaakt, Wendy? Nee, maar ik heb er wel op eentje gedanst. Ik zat op stijldansen toen ik nog een klein meisje was. Hier, zwevende vloeren vangen schokken op en daardoor voelen ze zachter om op te dansen. En ze zorgen ervoor dat je je geen pijn doet. Oeh, die vloer ziet er perfect uit voor de stijldansshow. Bob, ik heb zo'n zin in vanavond. Kan jij dansen, Bob? Auw! Blijkbaar niet echt. Sorry. Als je kan tellen, kan je dansen, Bob. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prachtig, mevrouw Bennebroek, maar ik denk dat we door moeten. Oh, natuurlijk. Kom met me mee, ik wijs je waar Sylvain de dansvloer wil hebben. Ik had nooit verwacht dat de burgemeester zo meisjesachtig zou doen door een beroemde danser. Kun je beginnen met lossen, Leo? Yep, ik moonwalk erheen. Oh, je gaat naar voren en naar achteren. De moonwalk, dat is een dansmove. Oh, mag ik die ook eens doen? Je gaat alleen maar naar achteren, Scoop. Oh, ik geloof het ook. Kun je me een andere dans leren, Leo? Mevrouw Bennebroek zei dat als je kunt tellen, je ook kunt dansen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je moet wel in het ritme tellen, Muk. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik snap het. Ik ook. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, jongens. Het lukt me helemaal niet. Ik weet zeker dat je het kunt, Lifty. Wow. Wow, ik ben aan het dansen. Oh, ik ben echt niet gebouwd om te dansen. Oh, doe niet zo gek. Iedereen kan echt wel een beetje dansen. Het gaat erom hoe het voor jou voelt en niet hoe het eruit ziet, Lifty. Kom op, we gaan lossen. We leggen deze rubberen platen op de onderste laag latten en dan leggen we er nog een laag latten overheen in een hoek van 90 graden. Zoals vierkantjes? Precies. Het frame gaat breken! Leo, wat is er gebeurd? Waarom kwamen de steunen los van het frame? En waarom is het frame gebroken? Het was Leo zijn fout niet, maar de mijne. Ik heb Leo zonder hulp achtergelaten. Omdat ik in plaats daarvan de Lentestad kanjers graag wilde helpen. Het spijt me heel erg. Het is wel mijn fout. Ik had nooit moeten proberen om zo'n grote klus zelf te klaren. Het spijt me, Bob. Oh, en het spijt mij ook. Ik bleef Lifty maar om hulp vragen. Wauw. Dat is een hoop sorry's en een hoop om te repareren. Dus wat gaan we doen? De mensen komen al snel om naar Mila te kijken. Wendy, bel Muk en Scoop. We hebben hun hulp nodig. Lentestad Kanjers en mevrouw Bennebroek, willen jullie iets halen waar de mensen op kunnen zitten? Kunnen wij het maken? Nou en om! En Leo, deze keer kun je er zeker van zijn dat ik je ga helpen. Dus, Mila, om de beker te winnen voor Lentestad, is hier je laatste vraag. Wat doe je op scharnieren om ervoor te zorgen dat ze niet meer piepen? Is het A, water, B, olie of C,
Zout. Dat weet ik. Bob gebruikte het voor de piepende deuren van de burgemeester. Het antwoord is B. Olie. Correct! Ja! Allemaal dankzij mijn piepende deuren. Bob, kunnen we de tv niet houden? En wiens idee was dat dan? Van Benny! We moeten dit opruimen. Gebruik jullie emmers en scheppen. Goed, Muk. Oké. Goed zo, jongens. Zo vlug als je kan. Het is zeker te laat, of niet? We krijgen de blauwe vlag vast niet meer. Het geeft niet door, Muk. We hebben ons best gedaan. Ik raakte weer in paniek, hè, Bob? Misschien een klein beetje. Maar deze keer probeerde je het op te lossen. En wat goed dat je de lentestadkanjes hebt laten helpen opruimen. En er ligt hier nog steeds een hartstikke mooi strand. Daar kunnen we net zo goed van genieten. Dat klinkt als een goed idee. Het is nu toch nog geen tijd, Betsy? Nee, het is ijsjestijd. Dat hebben jullie wel verdiend na een dag hard werken op het strand. Wow! Yes! Spring maar aan boord van jullie eigen ijsjesbus. Ringelingeling, ringelingelong, ringelingelong. Afbrokkelende kantelen. Ik denk dat zandkasteel wel een opknapper kan gebruiken. Wat jij, Wendy? Dat lijkt mij typisch een klusje voor Bob de Bouwer. Mag ik een kleine verbetering aanbrengen? Wat? Hebben we toch een blauwe vlag gekregen? Ja, de inspecteur zei dat ze nog nooit in haar hele carrière een gemeenschap zo ontzettend haar best had zien doen om het strand schoon en netjes te houden. Oh, dat is toch niet te geloven? Wat fantastisch! Goed gedaan, Team Bob. Maar waar is Muk nu? En deze is speciaal voor jou, Muk. Hartelijk dank dat je mee hebt geholpen aan de blauwe vlag voor ons stadstrand. Goed gedaan, Muk. Bravo! Ik ben blij dat alles weer netjes is. Maak je geen zorgen, Muk. Onze volgende klus is een heel smerige. Oeh, joepie! Ik hou van rommel maken! Komt wel goed. Blijf rijden. Rustig. Phew, dat scheelde niet veel. Oké, Scoop. Doe nu hetzelfde als Muk. Gewoon blijven duwen, hè, Muk? Jij ook, hè, Scoop. Eén reddingsteam om jullie te redden. We hebben de stempels, Bob. Dank jullie wel. Dizzy, mix alsjeblieft zoveel mogelijk cement als je kan. Absolutelijk, Bob. En voor de rest, we moeten die kasteelmuur gaan ondersteunen. Kunnen wij het maken? Nou en of! Goed werk allemaal. Deze zullen de muur ondersteunen totdat het cement is gedroogd. Oh, super werk, Bob. En Hierogier kan u recht door de boogpoort aanvallen. Ik denk niet dat hij iets aanvalt door meneer Spijker. Ik denk dat hij ergens naar wijst. Wel, alle spijkers, je hebt gelijk, Wendy. Hij wijst inderdaad. Maar waar wijst hij dan precies naar? Nou, er is maar één manier om daarachter te komen. Ik gebruik mijn lasermeter. Oh, hemeltje. Daar ga ik altijd heen om te picknicken. Kom op, meneer Spijker. Dit kan zomaar uw geluksdag zijn. Oh, er ligt hier zeker iets van metaal in de bodem. Goed, Scoop. Heel voorzichtig deze keer. Oké, Bob. Oh.
van Fixum. We hebben echt elke doos bekeken. Ik heb echt de Lentestad kanjes teleurgesteld. Ik kan maar beter even Bob bellen en zeggen dat het niet gelukt is. Oh nee, ik heb mijn mobiel op de werkplaats laten liggen. Oh, ik weet nog dat ik hem op de deksel van de doos met figuren heb gelegd. Dat is grappig. Toen ik de doos pakte, lag hij er niet. Weet je dat zeker, Leo? Ja, het deksel flapperde. Wacht eens even. Denk jij ook wat ik denk? Ja. Wat denk je dan? Het is een kleine kans, maar het is het proberen waard. Wat is het proberen waard? Wat gebeurt er? Misschien, heel misschien, is mijn telefoon in de doos gevallen. Oké. Gevonden! Yay! Yes! Oh, nu snap ik het. Oké, Muk. We hebben toch nog de goede doos. Goed gedaan, Leo. Daar gaan we! We hebben de doos teruggevonden! Laten we gauw aan de slag gaan. Er is niet veel tijd meer. En ik heb iemand beloofd dat de klok om 4 uur klaar zou zijn. Het is 4 uur. Dan komen de heren en dames tevoorschijn. Weet iedereen in Lentestad wie de Lentestad stadsklok ontworpen hebben. Oh, dat heeft wel geholpen. Oh, dit gaat echt niet goed. Betekent dat hij het leuk vindt. Ik heb Leo nog nooit zo zien vliegen. Vooruit, Leo, waar blijf je? Breng die sleutel eens. Hey, Tom! Ah, daar ben je. Heb je ook mijn... sleutel? Nee, van deze robotarm heeft... Nee! Nee! Bob, help. Ik ben ingepakt. Het komt goed. Ik help je wel. Ach, Leo. Mijn robot-ophaalsysteem. Het reageert niet. Oh, nee. Was ik er maar afgebleven. Oh, het spijt me zo. Kun je hem opnieuw programmeren, Ronald? Ja, maar dat gaat enorm lang duren. Oh, nou krijgen we nooit al het speelgoed voor het eind van de dag in de bestelwagens. Oh, ik heb kerst echt verpest. We verzinnen wel iets. Vooruit, robotgrijparm, aan de slag. Hey, als we nou allemaal doen alsof we een robotgrijparm zijn, dan krijgen we misschien alles in de auto's. Maar dat is een goed idee, Leo. Kunnen wij het maken? Nou en op!
Al het speelgoed is toch nog op tijd weg. Het is gelukt, team! Ja! En ik heb het ophaalsysteem ook aan de praat gekregen. Heel erg bedankt, Bob. Maar Ronald, kijk. Hier is nog een cadeau. Oh, nu is er iemand... Nog een klein stukje verder. Oeps, te ver. Oh, jongens. Daar komt hij, Bob. Ik zet de sneeuwmachines aan. Oké, geen paniek. Gewoon rustig, langzaam achteruit. Goed, plan B. Eén stevige. Nee toch? Oké dan, Wendy. Laat maar sneeuwen over 3, 2... Van anderen! Hier blijven allemaal. Oh, rustig aan. Wat moet ik nou? Ga maar naar rechts. Nu! Dat was geloof ik niet de bedoeling, of wel? De kerstboom! Wat vreselijk! Oh jee. Wat een troep. Hoe kwam dat, Lifty? Ja, ik probeerde om je dit cadeau te geven, maar ik lette niet goed op wat ik deed. Nu heb ik het hele kerstfeest verpest. Het spijt me, Bob. Dank je, Lifty. Mijn eigen kerstdecoratie. Precies dezelfde als op de loods. Dat is het. We gaan de versiering repareren met sneeuwvlokken. Net zoals op die loods. En dan gebruiken we daarvoor al deze gebroken tegels. En ik weet waar deze dan komt. Kom op, Lifty. We geven Lentestad een kerstboom die ze nooit meer zullen vergeten. Maar een hele gave plek gaat worden? Nou, ik dacht, misschien kunnen we ook iets tofs doen met het cement. Iets tofs? Je weet wel, experimenteren, nieuwe ingrediënten, wat door elkaar mixen, zien wat er gebeurt. Oh nee, je moet nooit rommelen met cement, Scoop. We maken normaal cement. Normaal cement? Oh ja. Plat, glad en heel erg grijs. Oh. Goed. Ik heb iemand nodig om mijn milkshake-creaties uit te testen. En die me kan vertellen welke echt het allershake-tastiest is. Ik weet niet zeker of ik je kan vertellen welke het shake-tastiest is. Ach, dat is simpel. Het enige dat je hoeft te doen is deze schuimige, romige, zoete, fruitige, yummy lekkernij te proeven en te zeggen wat je denkt. Ik wil wel. Oké, ik doe het ook wel. Wij houden hier een proeverij. Hey Scoop, hoe gaat het? Niet zo. Ik wilde gaaf cement maken voor Chef Appel's Milkshake Bar, maar Tony wilde liever gewoon normaal cement maken. Een handje van dit en een partje van dat. Een beetje.
van dit. En daar eentje van. En een paar van deze jongens. Ah, ja. Ik hou ervan om nieuwe mixen te proberen en nieuwe kleuren te creëren. Klaar en mixen maar! Wauw! Alsjeblieft, de appeltijdelijke chic-tastische verrassing. Versie 1. Dat is werkelijk shake-tastisch. Het is oké-tastisch? Alleen maar oké-tastisch, hè? Nou, ik wil wel iets meer horen dan oké-tastisch, Bob. Ik probeer eens even iets anders. Gaan we nu sneller? Dat is niet de bedoeling. Titus, ga van die knop af. Chef Appel, kijk uit. Je eten neemt de benen. Hey, kom terug jij. Titus. De kleine groene man probeert het ruimteschip op te laten stijgen. Misschien wil hij wel naar huis. Titus, heb je misschien zin in een boterham met sardientjes à la Bob? Tenminste één iemand die het lekker vindt. Leo? Chef Appel? Zijn jullie oké? Oh nee. We hebben nog maar een uur voordat de gasten komen en we moeten de keuken nog afmaken. En ik moet mijn buffet nog afmaken. Burgemeester Bennebroek is de eregast en zij is echt nooit te laat. We kunnen beter gaan bouwen. En ik kan beter gaan koken. Voilà. De kleine groene man is helemaal niet naar huis gegaan. Hij heeft besloten om te blijven. Hij is hier. Ik zal proberen met hem te praten. Wees gegroet, ruimtetoerist van een ver afgelegen planeet. Ik ben je vriend, Muk. Hallo, Muk. Het praat. Leo en Titus. Ze heeft groene verf onder haar pootjes. Dus het was helemaal geen kleine groene man. Maar een kleine blauwe kat. Nu voel ik me een beetje dom. Oh. Je bent uiteindelijk toch best een klein vriendelijk wezen. Alleen voor kleine robotjes. We halen je naar beneden, maar je moet niet bewegen, oké? Bob, ik zit in een film. Ik moet bewegen. Leo! D&D! Is alles oké? Gaat wel, denk ik. Weet je wel zeker dat het gaat? Ik heb niks. Maar moet je die raket nou toch eens zien? Dit lijkt het einde van D&D. Hoera! Oh, sorry. Het einde van mijn film. Oh, nee. Het spijt me verschrikkelijk. Gaat het weer? Oh, het gaat wel, maar nu zie ik nooit Space Robots 3. En niemand anders trouwens. Tenzij we iets bedenken om D11D weer te maken.
Misschien een nieuwe D11D. D12D. Ik ben bang dat een nieuwe bouwen eerder maanden duurt dan uren. Als we D11D nou oppoetsen, op wieltjes zetten en rondtrekken met touwen... Ja, maar het publiek ziet die touwen. En dat is geen gezicht voor een space robot. Oh. Oh, arme Amira. Nu zal ze nooit haar robotheld ontmoeten. Zeg, wacht eens even. Amira kan het D11D-geluid perfect nadoen. En ze is ook nog eens even groot. Denk jij nu ook wat ik denk, Leo? Ik denk het wel, Bob. Wendy, kun jij de raket en de set weer in orde maken... terwijl Leo en ik hier het robotprobleem oplossen? Met wat hulp gaat me dat zeker lukken. In dat geval zeg ik maar één ding. Actie! Daar gaan we. En actie! Bop, bop, bibop, bop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop. Stop! Fantastisch! Wat een prachtige scène. Oké, allemaal, we gaan lunchen nu. Weer zo goed als nieuw. Hoera! Goed zo, Scoop. Oké, wie is de volgende? Oh, nee. Lifty? Nu ben jij. Nee, niet doen. Ik wil geen keuring. Ik ben bang. Niet bang zijn, Lifty. Je bent vast een stuk moediger dan ik. Weet je dat wel zeker? Of zullen we anders tegelijk gaan? Dank je, Scoop. Dus twee controles tegelijk dan. Starten maar. Harder graag. Meer toeren. Oké. Een prima profiel, hoor. En perfect rond. Goed. En je zwaailicht aan, graag. Niet hoger. Nog een beetje. Dank je. En je uitlaat. Dank je. Goed. 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 Oké. Dat was het. Jullie keuring is klaar. Oh, nee. Oh, nee. Het wordt al laat. We moeten een streepje naar het aquarium brengen voor poedertijd. Schiet op, Muk. Dat probeer ik. Ja, maar niet goed genoeg. Misschien was wandelen met streepje toch niet zo'n goed idee. Scoop! Lifty! Leo! Snel! Kom vlug helpen! Oh, ik hoor haar maag rammelen. Dat is mijn motor maar. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor streepje, Leo. Kijk! Oh, wat is ze schattig!
En hongerig. We moeten Muk bevrijden, zodat we Streepje naar het aquarium kunnen brengen. Lifty, laat je haak zakken. Leo, maak hem vast aan Muk's schip. Streepje, blijf steeds rondjes zwemmen. Heel braaf. Oké, team. Kunnen wij het maken? Nou en of! Waren gaan wandelen. Het spijt me, Tilly, dat we niet meteen naar huis zijn gekomen. Jongens, dit is Streepje. Oh, is ze niet helemaal te gek? Oké, team, we tillen Streepje in haar bassin. En omhoog. Heel goed, Lifty. Rustig naar binnen. Te slapen. Het spijt me, Muk. Ik heb me denk ik aangesteld. Ik had me ook niet door die enge verhalen moeten laten afschrikken. Daar is het nu te laat voor. Oh ja? Ook als we met z'n tweetjes gaan? Jullie gaan toch niet zonder mij? Ja! We gaan met z'n allen! Nou goed dan. Dat het vanavond weer boterhammen met sardientjes worden, Titus. Maar wat niemand wist, was dat er iets vreemds door het bos sloop. En wat gebeurde er toen? Ik zie daar een kampvuur. Dat moet Leo zijn. Oh. Het gromde en het grauwde in het donker. Het had hele felle ogen die je aanstaarden. En het schreeuwde zo angstaanjagend dat je haren ervan verbleekten. Voor je het wist. Oh, dat klinkt helemaal niet goed. Stel je toch niet zo aan, Muk. Doe je licht aan als je bang bent. Oh. Oh. Ah. Ah. Het monster! Zoals haar verbleekt. Stel je niet zo aan en laat mijn hand nou eens los. Allebei. Dat deed ik zodat jij je veiliger zou voelen. We moeten hier blijven zitten tot de lichten weg zijn. Zal ik jouw hand vasthouden? Betsy, gaat het met je? Het gaat wel, Bob. Hier en daar een krasje op mijn lak, maar je garagedak is er een stuk slechter aan toe. Oh, ik had Betsy nooit op de lift moeten zetten. Nu zijn zij en het dak beschadigd. Ik ben echt een flutmonteur. Het spijt me, Bob. Maak je geen zorgen, Scoop.
Ik kan het dak nog repareren en dan kan ik Betsy ook nog bijspuiten. Zeg, het uitzicht hierboven is fantastisch. Ik kan helemaal tot Lentestad kijken. Oh, Joris en Leo komen deze kant op rijden. Oh, nee! We zijn nog niet klaar met de werkplaats. Hoe kunnen we Joris en Leo hier vandaan houden? Oh, nu heb ik ook nog Joris' verrassing verpest. Als iemand technische aandacht nodig heeft, ben ik het. Dat is het. Heel goed, Scoop. Door jou heb ik nu een idee. Hoi, Bob. We zijn onderweg. Ik kon echt niet nog meer eten. Luister, Leo. We hebben meer tijd nodig voor de klus. Ik heb Scoop op weg gestuurd. Hij heeft denk ik behoefte aan technische aandacht. Oké, Bob. Ik snap het. Dag. Oh, langzamer graag, Alfred. Onzin, Alfred. Zo snel als je kunt. Wat is er aan de hand? Oh, ik voel me niet zo lekker. Huh? Je bent niet de enige. Hoezo, Scoop? Wat mankeert je? Ik heb echt zo'n rare... reutel. Maar ik hoor echt niks vreemds. Ja, je moet ook heel goed luisteren. Heel goed luisteren. Ontzettend goed luisteren. Reutel. Oh, ja, ik hoor het, ja. Ja, dat was absoluut een reutel. Goed, we hebben de lift, het dak en het bord. Ik denk dat we klaar zijn voor de jaren. Nee, nog niet hoor. Ik heb nog een allerlaatste verrassing in petto. Dan moet je snel zijn, want daar komen ze. Gefeliciteerd, jongens! Wauw, mijn werkplaats. Wat een verrassing. Het was allemaal Leo zijn idee. En deze is ook voor jou. Die is prachtig. Dank je, Wendy. Bedankt, iedereen. En Leo, hoe kan ik je ooit bedanken voor zo'n prachtige verrassing? Als ik dat zo zie, door hem geen taart te geven. Ga door, Lifty. Je kan het wel. Rustig doorgaan zo. Goed gedaan, Lifty. Yay! Mogen we er nu dan in? Dat heeft Bob beloofd. Het komt goed, want Bob houdt altijd zijn belofte. Zijn Leo en Muk er nou nog steeds niet? Nee, dus ik begin nu wel een beetje ongerust te worden. Ik probeer ze nog wel een keer te bellen. Kunnen we er echt nog wel in vandaag, Wendy? Dat gaat zeker lukken, Jan-Jaap. Ik weet iets. Zullen we anders ondertussen een spelletje doen? Ja, leuk. We doen verstoppertje. Ik tel tot 10 en jullie verstoppen je. 1, 2, 3, 4, 5. Kom op, Leo. Neem nou op. 6, 7, 8, 9, 10. Ik kom. Is iedereen? Hallo? Leo, waar zit je? We hebben die haken en platen nodig. Sorry, Bob. We zijn eventjes gestopt en een beetje in slaap gevallen. Wat? Maar maak je geen zorgen. We komen zo snel mogelijk. Alleen Muk nog wakker zien te krijgen. Nou, schiet wel een beetje op. Ik heb je gevonden. Ik heb Bob. Ik had me niet echt verstopt, Lifty. Oh. Vandaar. Muk, word wakker. Muk! Muk! Dat zijn 10 helmen op 1 grote stapel. Tada! Leo en Muk zijn onderweg. Wow. Oh, 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 oh.
En daarom dragen we dus altijd een helm op een bouwplaats. Weet ik, zal ik Lifty zijn hijslied zingen? Nou, ik hijs in de morgen en ik hijs elke avond en ik hijs ook elke middag. En die verbindt de morgen met de avond en dat is hoe de tijd ook werkt. En nu allemaal! Mooi, de burgemeester kan hier ieder moment zijn om te zien of alles klaar is. Komt burgemeester Bennebroek? Schitterend! Dan kan ze zien waarom ik de eerste lentestadheld moet worden. We zijn er, mevrouw. Dank je, Philip. Burgemeester, uit naam van de lentestadkanjers willen wij Patsy voordragen als de eerste lentestadheld. Oh, dank je, Mila. Allemaal bedankt. Ik zet Patsy op de lijst. Ik vind dat mijn paard moet worden. Hij verdient het. Joris, juist. Dank je, Leo. Bob, wil jij nog iemand toevoegen? Burgemeester! Burgemeester! Oh. Kijk naar mij! Kijk eens wat ik allemaal kan! Scoop, pas op! Dat hebben we net gelegd! Als je dat al goed vindt, moet je nu even goed opletten! Scoop, nee! Stop! Oh, hemeltje! Wat was dat? Scoop, je hebt een stroomkabel vernield. Oh, Bob, dat ging per ongeluk. Ik vind het zo erg, burgemeester. Dit is vreselijk. Hoe moet het nou toch met mijn opening? Geen paniek, burgemeester. Mijn team en ik krijgen dit ruim op tijd voor elkaar. Wendy? Er is wel veel schade. Dit gaat zeker nog een dagje duren. Juist. In dat geval moeten we, als we licht en geluid willen, de noodgenerator gaan gebruiken. Wendy, Leo, Muk, jullie blijven hier die tegels doen terwijl Scoop en ik naar de werkplaats gaan. Oké, allemaal. Kunnen wij het maken? Nou en of! Hoe raad je voor Bob? Burgemeester. Test 1-2-1-2. Aan u het woord, burgemeester. Dames en heren, jongens en meisjes en machines. Oh! Met genoegen maak ik hier onze allereerste lentestadheld bekend. Iemand die u allemaal kent. Iemand die ons allemaal helpt en die er altijd is als je hem nodig hebt. En nu laat ik zien wie als eerste op onze gouden ster staat. Dank u. Bob de Bouwer! De kleur om uit te kiezen. Dat is het. Ik gebruik niet twee liedjes. Ik gebruik er vier. Waar is mijn mobiel nou weer? Daar ligt hij. Oké. Bob, Wendy, ik heb iets heel ergs gedaan. Oh, Leo. Daar zal chef Appel denk ik niet zo blij mee zijn. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Ik had een briljant idee voor een goede mix. En toen ben ik waarschijnlijk zonder het te merken in de verf gaan staan. Ik snap dat je het spannend vindt om de muziek voor het feest te regelen, Leo. Maar er is nog heel veel werk te doen. Sorry, Bob. Ik had me moeten concentreren op de bouw. Ik beloof dat het nooit meer zal gebeuren. Oké. Maar het moet overgeschilderd worden voor de chef terugkomt. Dan haal ik de vloer weg. Nee, Leo! Wat is dit? Uh-oh. Wat vindt u van mijn briljante vloerontwerp, chef? Kijk, het zijn net dansende voeten. Maar als u het niks vindt, kan ik er zo weer overheen schilderen. Nee, vraag het niet. Dat is mooi. Je bent een genie, Leo.
En nu weet ik ook welke kleur de discoruimte moet krijgen. Welke kleur dan, chef? Alle kleuren. 1 lampblauw, 1 rood, 1 groen en 1 geel. We kunnen elke kleurencombinatie maken die je wilt. En ik wil meer voeten. Overal. Tony, ik ben bang dat het zwembad nog niet klaar is. Dat is niet fijn, want ze beginnen al een beetje onrustig te worden. Het is niet verstandig om ze nog langer in die kist te laten zitten, Bob. Wauw, wat is hier gebeurd? Het was een ongeluk. Het spijt me echt zo erg. Het is oké, Lifty. Maar we moeten een plek vinden om deze pinguïns blij te houden terwijl wij het glas herstellen. Bob, wat is er, Lifty? Ik denk dat ik wel een plekje weet waar we de pinguïns kunnen houden. Een plek waar ze veilig zijn. En kunnen spelen. Wat dacht je van een nieuwe fontein bij het stadhuis? Die ene waar Leo aan heeft gewerkt. Oh ja, hij is perfect. Mevrouw Bennebroek is de hele dag weg. En jullie zijn niet klaar voordat ze terug is. Wat zeg jij ervan, Bob? Ik zeg, goed plan, Lifty. We gaan het doen. Volg ons maar, Tony. Maak jullie geen zorgen, pinguïns. Nog even en jullie spartelen weer vrij en zorgeloos rond. Oké, Wendy, Lifty, laten we dit maken. Ja, het kasteel van Fixum is een heel mooi voorbeeld van middeleeuwse architectuur. Het is ons oudste en meest historische monument. Heeft u eigenlijk oude gebouwen in Rivierstad, meneer Sneeuw? Oude gebouwen? Ik kan niet tegen oude gebouwen. Een stel opgestapelde brokken, als je het mij vraagt. Daar heeft u een punt, denk ik. Maar Lentestad heeft ook een paar geweldige nieuwe gebouwen. En dat is precies wat we u nu wilden laten zien. Laten we de pinguïns uit de kist halen en lekker laten zwemmen. Goed zo, jongens. Kostelijke wezentjes. Ze vliegen toch niet zomaar weg, hè? Oh, nee. Deze dieren hebben geen vleugels. Dat zijn flippers. Ze kunnen zwemmen, maar niet vliegen. Maar zo te zien kunnen ze wel hoppen. Volgens mij vinden ze het hier wel fijn. Ja, maar zodra hun nieuwe zwembad klaar is, brengen we ze terug.